Ik denk dat de leerlingen heel anders reageren op een les vanuit de digitale scheurkalender, omdat het even iets heel anders is. De meerwaarde van de digitale scheurkalender is vooral dat je met leerlingen in gesprek kan gaan. He, dat je kan discussiëren over bepaalde onderwerpen. En ja, als je die discussie goed kan leiden, dan zijn dat vaak de meest effectieve lessen, vind ik, waar de leerlingen echt het meest van leren. Ik vond het heel erg interessante les en beter dan gewoon normaal zitten en gewoon normale uitleg. En ja, ik vond het gewoon een hele interessante les. Sommige foto's zitten je aan het denken en sommige denken van wat is dit? Ik vind het fijner dan dat alleen maar bijvoorbeeld over een normale les, dat alleen de leraar gewoon of lerares gewoon haar eigen mening geeft. Gewoon. En iedereen kan nu gewoon zijn eigen mening geven en het is gewoon interessant om daarnaar te luisteren. Op dit moment staan 8 lessen van de digitale scheurkalender online. En staan we aan het begin van het ontwikkelen van 4 nieuwe lessen. Nou, eerste stap is natuurlijk bedenken waar moeten die lessen over gaan. We hebben dan de bouwstenen van curriculum.nu die we dan als basis gebruiken. En vervolgens alle feedback die we van docenten via surveys, via interviews hebben gehad. En vervolgens hebben we daaruit een lijstje met 10 meest favoriete onderwerpen geselecteerd. Dat hebben we weer voorgelegd aan docenten. En daar zijn weer de 4 toponderwerpen uitgekomen die we nu gaan ontwikkelen. Wat we hebben teruggekregen van docenten is dat zij graag een nieuwe les zouden willen over vooroordelen. En ook over duurzaamheid. Dat is een belangrijk thema wat nu nog niet in de scheurkalender zit. En wat we niet hadden voorzien was dat docenten ook heel graag een wisselles willen. Dus een les die ieder kwartaal aanhaakt bij de actualiteit die er dan is. Dat is echt dankzij de feedback van docenten dat we dat nu gaan ontwikkelen. Ja, we hebben natuurlijk de digitale scheurkalender burgerschap ontwikkeld voor de VMBO onderbouw. En daar wordt hij ook veel door gebruikt. Maar we merken ook dat hij eigenlijk op heel veel andere plekken wordt gebruikt. Dus in het MBO, docenten op de HAVO of het VWO. Dus in een digitale les in plaats van een fysieke les. Dus hij wordt eigenlijk heel breed gebruikt. Het is mooi om te zien dat we destijds met een idee kwamen. We koppelen burgerschap aan kunst en erfgoed. En dat nu nog steeds een goed idee is gebleken. En dat we op basis daarvan ook weer verder kunnen bouwen.